Voor de arbeidsmarkt van morgen is een van de belangrijkste uitdagingen flexibiliteit. We hebben dat ook duidelijk in het debat gehoord. En het leek ook wel dat alle partijen daar toch ongeveer op dezelfde golflengte zaten. Niet altijd de juiste, dezelfde manier waarop, maar toch wel die flexibiliteit en die loopbaan. Flexibiliteit die ook gekoppeld werd aan eigenlijk levenslang leren. De grote uitdaging voor Vlaanderen bestaat erin om niet alleen werkzoekenden, werklozen aan het werk te krijgen, maar vooral ook inactieven, allochtone doelgroep, laaggeschoolde en dan zeker ook 55-plussers. De belangrijkste uitdaging voor de arbeidsmarkt van morgen is omgaan met de vele veranderingen en vooral de snelheid aan veranderingen die op ons afkomen. Alles is in beweging en we zullen mee moeten, willen of niet.